je in de vreemde zet en je leest in een krant van die mooie oude stad in het verre Nederland. Dan kruipt er iets bij je omhoog, dan duurt het je overal in. Dan denk je dikwijls bij jezelf, wat zou ik er graag zien? Welkom bij Kruipen in de Regio. Ook vandaag gaan we weer de streek in om te praten met mensen die iets hebben met de plek waar ze wonen. Vandaag zijn we in Wijchen. Onze gast van vandaag, iemand met veel kennis over Wijchen en omstreken. Ben Willems. Ben, van harte welkom in Kasteel Wijchen. Dank je wel. Je bent geboren en getogen in Alverna. Ja. Hoe was dat? Hoe is dat allemaal zo tot stand gekomen daar in Alverna? Ja, nou, ik ben dus inderdaad in Alverna geboren, op Alverna. Want Alverna was een berg van de heilige Franciscus destijds in Italië. Daar is Alverna naar vernoemd. Het was aanvankelijk een hele kleine buurtschap, maar die door het klooster en de kloosterkerk gegroeid is. Zo is Alverna is eigenlijk gegroeid op die manier. En die paters en fraters, dat was ook een opleiding. Er werden regelmatig priesterwijdingen verricht en noem maar op. Dat was eigenlijk een heel hoe moet ik het zeggen? Dat was voor ons was het een hele leuke jeugd. Alleen al die dingen die om de kerk heen gingen, dat we, ondanks het feit dat we helemaal niet zo vroom waren, maar het was toch leuk om in Alverna op te groeien. Want er waren veel activiteiten dus ook voor kinderen. Ja, er waren niet alleen voor kinderen, maar die priesters, die paters, dus de Franciscanen, die zaten overal in. Zangkoor, voetbalvereniging. Je kon geen vereniging of instantie opnoemen waar ze wel op de een of andere manier bij betrokken waren. En waar ze zelf dan ook vaak op touw zetten. En we hebben er alleen maar heel leuke herinneringen aan. En daar zat je ook op school? En daar zat ik op school en daar werd ik missienaar. En daar haalde ik mijn qua jongensregen uit, uiteraard. En dan ging je biechten, hè. En biechten was iets wat heel erg belangrijk was. Elke maand moest je je zonde beleiden. Ook als je ze niet had? We hadden ze eigenlijk niet, dan fantaseerde je maar. Oh, okay. Als je ze niet had, dan werden ze wel gefantaseerd. Maar ik heb in een van mijn gedichtjes in mijn bundel, heb ik beschreven hoe ik als kleinkind het ervaarde om de eerste keer te gaan biechten. Als je het goed vindt, dan wil ik het horen. Ik zou het fijn horen om dat eens aan te horen, ja. Goed zo. Het gedichtje heet Onschuld. Als manneke van amper 8 werd mij het biechten bijgebracht. Want eens per maand, dat was verplicht, dan werd je zieltje doorgelicht. Heel schuldbewust en zwaar belast zat ik daar in die houten kast. Want schelden, jokken, appelsjatten, dat moest je echt niet onderschatten. Wat ik als zondaar had bedreven, dat werd in de naam van God vergeven. En als dan klonk, gaat heen mijn zoon, dacht ik zo, ik ben weer schoon. Maar stond ik even later buiten, opgewacht door mijn kornuiten, dan lonkte weer het avontuur, ondanks hel en vage vuur. Fantastisch, ja. Hè? Ja, ik zie het ook helemaal voor me gebeuren, hoor. Ja. En ben je daar de laatste tijd wel eens terug geweest, in zo'n biechthok bijvoorbeeld? Nee, biechten wordt vandaag aan de dag geloof ik niet meer gedaan. Maar de meneer Pastoor, die zal misschien nog wel een uitzondering hebben. Ja. Die doet af en toe nog wel de biecht horen, maar dat doet hij op plaatsen waar hij het vroeger niet zou doen, maar hij zal u waarschijnlijk daar straks komen wij nog wel op terug, ja, bij meneer Pastoor. Ja, ja. Maar ik merk gewoon dat een hele hoop dingen, vandaar ook dat die klik zo goed is tussen ons, een hele hoop dingen hebben te maken met onze opvoeding. Onze katholieke opvoeding, die nogthans heel, heel modern was, helemaal niet zo streng en orthodox, maar gewoon de manier waarop wij in zo'n dorp die gemeenschap leefde en met elkaar leefde, dat was heel fascinerend. En Alverna en Wijchen, dat kwam ook samen op een gegeven moment, ja, meer en meer. Ja, dat hoorde natuurlijk bij elkaar, maar dat was ondanks dat was er toch nogal een klein beetje, liep niet altijd even. Kijk, Alverna was natuurlijk klein en die wilde niet onderdoen voor Wijchen, maar het was natuurlijk toch wel vaak een beetje haat en heid. Ja. Maar
Het is allemaal goed gekomen. U bent wel met een meisje uit Alverna thuisgekomen op een gegeven moment. Ja. Dat nee, wel. Uit Wijchen zelfs. Uit Wijchen zelfs? Uit Wijchen. En dan was je wel een klein beetje overlopen hoor. Maar ik heb lang gevaren en ik heb dus her en der nog wel wat vriendinnetjes gehad. En mijn moeder zei altijd, jij komt toch wel een keer met een exotische vrouw thuis. Maar ze kwam gewoon van Wijchen. Dus. Oké, wel een beetje van buiten. Ja. Hoe was de jeugd hier? Want een beetje stappen, dat kreeg je natuurlijk. Maar ging je dan ook in Wijchen naar de middelbare school? Nou, ik ging in Graven naar de Mulo. Onder andere van de Fraters van Tilburg, die ook in Curaçao zitten of gezeten hebben. Ja. Daar heb ik dus mijn opleiding gehad, onder meer. En daarna, ja, ik ben dus al vroeg gaan varen, maar eigenlijk heb ik in Alverna niet zo erg veel. Mijn uitgangsleven was niet zo geweldig. Dat speelde zich toch meer hier in Wijchen af. Mm-hmm. Hier in Wijchen was meer te doen, hier kon je gaan dansen, hier had je cafés, hier had je. Ja, dat was hier toch wel voor toen de tijd al vrij veel te doen voor de jeugd. En hield het biechten ook snel op natuurlijk? Het biechten hield op, maar dat lag meer aan mezelf. Maar ik geloof ook niet dat er vandaag de dag nog echt gebiecht wordt. Tenminste, niet meer in een biechtstoel. Nee. Maar waarschijnlijk kan Gijs daar, Pastoor Gijs, ja. Die kan daar waarschijnlijk veel meer over vertellen. Ja. Dan staan we hier in het kasteel, hè. Ja. Die kent u natuurlijk ook. Van toen. Ja. Die staat er al een tijdje. Ik weet niet of dat jullie hier al hier rondgang gemaakt hebben. Het is een ontzettend mooi gebouw. En als Wijchenaar zijn we daar allemaal ontzettend trots op. Er is momenteel zelfs een actie aan de gang om hier ook een carillon te vestigen in het kasteel. Dat zou heel mooi zijn. Ik ben er een voorstander van. Er zijn ook mensen die daar heel kritisch over zijn. Die zeggen, er hoort geen carillon in een kasteel. Ik zou niet weten waarom niet. Het lijkt me alleen heel erg leuk. En het Wijchen zoals het momenteel is, met heel veel horecabedrijven, heel veel actualiteiten, heel veel leuke dingen die ze organiseren. Waarom zou de carillon er niet bij kunnen? Lijkt me bovendien heel erg leuk. Ja, ja. Absoluut. En Wijchen en Alverna hebben een rijke geschiedenis. Daar heeft u heel veel ook over bestudeerd en ook over geschreven. Ja. Kunt u even aan ons uitleggen, aan de kijkers ook, van wat zo bijzonder is aan de geschiedenis van Alverna en Wijchen? Nou, Alverna was aanvankelijk een heel klein, en dan praat ik eigenlijk over mijn jeugd, een arm dorp. Ja. Zandgrond. He, vandaar, je hebt dus hier de bepaalde gebieden waar dat zijn zand, die zijn gebouwd op zandduinen. Het is erg, hoe moet ik zeggen, het was toen de tijd echt een arm dorp. Kleine boertjes, arbeiders, je had hier een aspergecultuur. In Wijchen werden asperges gekweekt, daar stonden ze ook onbekend. In Wijchen had je eigenlijk maar weinig welvaart. We hebben op een gegeven moment een burgemeester van Tuin gekregen. Dat is ook de man geweest die destijds de industrie een beetje in Wijchen op poten heeft gezet en gestimuleerd heeft. En langzaam gaandeweg werd Wijchen wat welvarender, mm-hmm. wat bekender en wat wereldser. Ja. Ja, en er is wel ook wel import gekomen. Hè? Ja, het is op het moment een heerlijk dorp om te wonen. Ja. Maar dat geldt ook voor de kleine, dat geldt ook voor Alverna. Dat is ook een prachtig plaatsje met een ontzettend mooie natuur. Niftrik, mooi landelijk plaatsje met vriendelijke mensen. En Ben, waar ziet u zelf over 10 jaar? Over 10 jaar? Nou, ik ben 77, nog niet te ver vooruit kijken. Maar ik hoop dat ik nog hier ben. Ik heb vroeger vaak de neiging gehad in die tijd dat ik veel weg was. Dat ik denk, nou ik ga naar het buitenland, ik blijf niet in Nederland. Ik vond het te klein. Maar als je ouder wordt, dan wordt het dorp steeds groter. En je wordt zelf kleiner, hè? Je gaat zelf krimpen. Mm. En eigenlijk vind ik, als ik die 10 jaar nog heerlijk hier, die komende 10 jaar nog mooi in Wijchen kan rondlopen, dan denk ik dat ik heel tevreden ben. En Wijchen, als we dan moeten zetten, een tegeltje moeten maken, Wijchen is, wat komt er dan als eerste bij je op, Ben? Ja. Daar moet ik toch even over nadenken. Nou, dat mag. We hebben namelijk wel, we hebben hier voor een hele periode terug, hebben we hier allerhande Wijchense gedachten, Wijchense opmerkingen, Wijchense praat, hebben we in tegels gemaakt. En die tegels die lopen van Wijchen, van het centrum, naar de bibliotheek. En dat is een hele pad waarin om de zoveel meter een tegel op de grond ligt.
waarin een Wiegische uitdrukking of een Wiegisch gezegde wordt verbeeld. En dat loopt heel, dat is een hele pad die van het centrum van Wiegen tot aan de bibliotheek loopt. En dat is wel heel leuk als, als mensen van buiten Wiegen die pad aflopen, dan weten ze niet wat ze zien. En dan wordt er van gevraagd, wat bedoelen ze daarmee? Wat staat daar? En dan, maar het is allemaal in dialect. Oké. Maar dat is voor die mensen heel erg leuk om te doen. Typische Wiegense dialect? Typische Wiegense dialect. Wat is dat? Ja. Noem er eens een. Ja. Nou, daar zet je me klem hoor. Ja, er zijn er genoeg. Ja. Maar ik zou het zo, ja, moet Gijs, help me eens eventjes. Mag dat? Tuurlijk mag dat. Een typische Wiegense dialect. Een typische Wiegense dialect. Een gruppert. De naam van Gijs, van de pastoor ja. Grub. Ja. Een grub is iemand die heel, inhalig is. Oké. Okay. Een gruppert. Ja, niet een grijpert, maar juist, een gruppert. Dat noemen wij, nou, dat is onder andere een Wiegisch woord voor iemand die een beetje inhalig is. Maar het zou niet fijn zijn als je vroeger bekend stond als de gruppert van Wiegen. Nee, maar desondanks hebben we wel een pastoor die naam draagt. Oké. Nou, ik wil je echt hartelijk danken. Ja. Wil je nog afsluiten met een bepaald gedicht? Ja, ik heb nog één gedichtje wat ook een beetje in diezelfde trant is. Ook wel weer... Even kijken, 2:17. En dat wil ik nog graag even, die wil ik nog graag even voorlezen. De monnik. En dat refereert ook weer een klein beetje aan die periode. De wilde verveelde, hij werd een trappist. Zijn kruin werd geschoren, zijn naam werd gewist. Maria bemint hij, op afstand dan wel. De aardse geneugde, die zei hij vaarwel. Al gaan zijn gedachten soms terug naar weleer, hij koos voor het brouwen en ook voor de Heer. Hij heeft zich genesteld, zit goed in zijn pij en is op zijn plek in de bierbrouwerij. Maar 's nachts op zijn kamer, dan bidt hij tot God, och stuur me een engel, ik verveel me kapot. Fantastisch. Ben, dankjewel. Graag gedaan.